Doordat ik natuurlijk op het podium en naast het podium was bij alle apparatuur. Ik had natuurlijk al gauw ontdekt dat ik dus een aftakking kon maken van de versterker voor op mijn bandrecorder. En zo heb ik dat gedaan. Heel eenvoudig. Het was toch heel bijzonder dat ze in Blokker, een heel klein dorpje, bij ons terechtgekomen zijn in de veiling. Ja, dat konden we eigenlijk niet begrijpen, maar ja, ze waren er wel. 60 jaar terug was het. Het is niet te geloven, hè, dat je maar zo'n klein stukje bij die Beatles af... Je kon ze wat aanraken. Ja. Ze begonnen te spelen, ja, toen brak de hel los. Ja, Beatlemania, dat was op zijn hoogtepunt, zou je kunnen zeggen. En op dat moment, ja, stonden ze in Blokker. Dat vind ik echt wonderbaarlijk. Yeah, yeah. Nou, dit is dus het hersencentrum. Ik ben zelf van de historische vereniging van Blokker. Ik ben nou bezig met een mooi verhaal over de Beatles en ik was zelf bij het avondconcert. Ja, Blokker. Wat was Blokker voor dorp? Blokker was, ja, gewoon een plattelandsdorp, plattelandsbevolking. Tuinders en boeren, daar bestond het uit. Ja. De lente heeft het Noord-Hollandse dorpje Blokker op gulle wijze in bloesem gezet. Fruit, teelt en tuinbouw zijn de hoofdmiddelen van bestaan van deze welvarende gemeente, die slechts 2800 inwoners telt, waaronder een paar honderd kwekers. De tuinders brengen hun producten naar de veiling op hoop van zegen. Een van de grote veilingen van West-Friesland. Dat je 13, 14 was, toen begon je net de muziek, een beetje waar je van hield. Dan zat je naar de LP'tjes te luisteren en als vader binnenkwam, wat moet die muziek? Zachter! En wij begonnen toen als jeugd. Begon je een beetje rebels te worden vanzelf. Ja, grote vetkuif. Ja, die is nou ingezakt. Maar dat was toen een grote vetkuif. Toen bril klim erin. Ah, lach je. Voor bijna 6000 enthousiaste jazzliefhebbers voerde dit dorpje in de veilinghal een wereldberoemde muzikus aan. Benny Goodman. De Amerikaanse bandleider werd verwelkomd door de jonge man die dit alles had mogelijk gemaakt. Ben Essing, de zoon van Blokkers burgemeester. Alles wees er eigenlijk op dat de Beatles moesten optreden in Blokker. Vanaf 1956 was Ben Essing daarmee bezig. Dat begon met de Dutch Swing College Band en daarna kwamen al die andere grote artiesten. Men had daar de ervaring, men kon het heel goed organiseren. Het zag er dan misschien heel anders uit dan bijvoorbeeld het Concertgebouw, maar het was toch heel professioneel. Victor Silvestre, zondags was het meestal dan de Duitse avond, dat was meer zonavond. Nou, dat vonden we wel mooi, die kwam uit München vandaan. Cliff Richard, Rex Gildo. Ja, geweldig. Met de meiden op stap, heerlijk. Dit veilingconcert in Blokker werd zowel voor Benny Goodman als voor de duizenden bezoekers een onvergetelijke gebeurtenis. Ben Essing was een rechtenstudent. Hij was de zoon van de burgemeester in Blokker. En wel goed om te weten dat de burgemeester was ook voorzitter van het bestuur van de veilinghal. Ik denk dat Ben Essing echt een man met een missie was. Hij wilde iets. Hij wilde bijvoorbeeld heel graag de mensen in de verschillende dorpen met elkaar verbinden. Wij hebben nodig hiervoor 130 mensen. Mensen uit de eigen gemeenschap die hier de kisten eruit gaan brengen. Niet alleen, maar ook tijdens de dagen helpen als buffetpersoneel, als controlepersoneel, als mensen voor podiumbewaking enzovoorts enzovoorts. Allerlei diensten die er dus nodig zijn op dergelijke dagen. Ben Essing heeft de Beatles naar Blokker gehaald. Dan moeten we toch even wat recht zetten. En waarom? Omdat eigenlijk iemand ook nog wel iets meer verdient. Dat is Dick van Gelder. Dick van Gelder was de eerste die namelijk gecombineerd zat met de Union in Engeland. Dat betekende, je kon niet zomaar groepen overhalen uit Engeland. En Dick die heeft op een bepaald moment een contract gemaakt met Epstein en de helft aanbetaald.
ongeveer in guldens 39.000 gulden. Er kwamen natuurlijk nog wel hotelkosten en andere dingen bij. Toen heeft Ben Essing iemand naar Engeland gestuurd, naar Londen, naar NEMS Enterprises. Dat was het bedrijf van... En had de secretaresse aan de telefoon en die riep... Mr. Epstein, only have 1 minute for you. Nou ja, Piet Mens op reis met de cheque voor het andere gedeelte. En die komt daar binnen bij Epstein en die legt zijn horloge op het bureau van Epstein. En wie zat daar ook? Ringo Starr. Wat gebeurt er? In ene vliegt Piet op en Epstein zegt, wat is er aan de hand? Ja, u heeft toch gezegd dat u 1 minuut voor mij heeft? Lachen en dan nee, ga zitten, ga zitten. Nou, wat gebeurt er? Het werd eigenlijk afgesproken, de andere helft werd betaald. Wij komen naar Nederland, 100% wij komen naar Nederland. Impresario Dick van Gelder ging op zoek naar plekken in Nederland waar de Beatles konden optreden. Leeuwarden, Apeldoorn, Den Haag, Zuid-Laren, al die plaatsen kwamen voorbij. Maar Ben Essing was de enige persoon die hem kon overtuigen dat de Beatles 2 dagen in Blokker moesten optreden. Dit kunnen wij. En kom erop met die Beatles. Ik bedoel, anderen durfden het niet aan. Dus in Den Haag was men bang voor rellen. Daarom hebben ze gezegd, nee, niet in de houtrusthallen, maar in Blokker durfden ze ervoor te gaan. Nou, pakken nu de doos van het dossier van het festival Blokker, waar de stukken over het Beatles-concert in zitten. Nou, hier gaat het dus over, dit is het verzoek van de stichting om... het festival te mogen houden. Kijk, en dan krijgen we op 5 mei krijgen we het geweldige, de klacht van de Haagse burgerij. En daar raden ze dus aan om toch vooral de vergunning voor het Beatles-concert om die in te trekken. Want u zou het ongetwijfeld hiermee zowel de moraal als het materiaal van uw gemeente voor veel schade behoeden. We nemen aan dat u ons begrijpt. Het is een beetje een dreigbrief bijna, hè? Ja, het doet een beetje Soprano's-achtig aan. Ze doen ook een beetje een beroep op, van denk toch even na, gemeente Blokker. Want voordat je het weet, ligt die veiling al in puin en hebben jullie er alleen maar schade van. Ja, het grote voordeel van de veilinghal was natuurlijk dat er weinig stuk kon. En het was allemaal opgebouwd uit veilingkistjes. Het was een plek die vriendelijk overkwam. Waar mensen hun gang konden gaan, dat paste bij dat vrije gevoel wat de Beatles eigenlijk verpersoonlijkte. Er was eigenlijk een hele verandering. Hè? Mijn vader en mensen van die tijd, ja, die keken heel anders. Dat moest allemaal niet. En dan had je hier nog van die boeren die ook nog achteruit liepen. Om het zo maar te zeggen. Ja, die vonden dat hele festival maar niks. Die waren hier tussen hoor. Ja, 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 die waren fel tegen Ben Essing. Nou. Kijk, in Europa was algemeen bekend dat en bij de Rolling Stones en bij andere groepen zoals in Pretty Things de boel gesloopt werd. Dus iedereen was voorzichtig om een vergunning af te geven. En dat is de reden dat de vergunning heel snel afgegeven kon worden door de vader van Ben Essing, burgemeester van Blokker. Alle papieren werden gestempeld en de Beatles konden naar Nederland komen. Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest, want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveerden. Er waren 3 echte en 1 reserve Beatle, want de zieke Ringo Starr had zich moeten laten vervangen door Jimmy Nicol. Maar het gierende welkomstgeschreeuw was er niet minder om. Ja, dat was een beetje een tegenvaller omdat Ringo Starr er niet bij was. Hij moest dan zo amandelen geopereerd worden. Dus toen was de vraag van, gaan we nu wel of gaan we niet? Hè? Laten we doorgaan. En George Harrison die zei van, nee, dat wil ik niet. Maar anderen hebben hem overgehaald en gezegd, nee, we gaan toch optreden. Jimmy Nicol was de vervanger. En ja, dat was natuurlijk geen Ringo Starr, maar hij kende wel die nummers heel goed. Want hij had meegespeeld op budget LP's, waar op covers stonden van de Beatles-songs. En je kan zeggen achteraf dat hij echt een hele goede invaldrummer was.
ik denk dat ik, als ik het een beetje nog weet, ongeveer hier bij die witte streep, daar stonden de dranghekken. Ja, ja, en dan hadden we daar het podium. Daar was het podium, ja. Hier was het podium. Ja. Ja. En waar stonden wij dan? Nou, hier ergens. Zo, hier. Ja. Het is niet te geloven, hè, dat je maar zo'n klein stukje bij die Beatles af... Je kon ze wat aanraken. Vanmiddag om 1 uur waren de fans al in Blokker aangekomen met brommer, scooter, bus of fiets. Compleet in spijkerbroeken, leren vesten en allerlei andere Beatle-hemden, pruiken, hoeden, jurken, sokken en gaat u zomaar doei. Moet je eigenlijk dat die kistjes zijn? Dit zijn de kistjes. Daar zijn die barren van gemaakt. Ja, ja. De kistjes. De hele backstage hebben ze ervan gemaakt, ja, met zeil eromheen, staargedeelden. Ja. Het is niet te geloven wat hier allemaal mee gebeurd is. Podium, dat keer. Podium, ja. Dat ja, was ja, het ja, allerbelangrijkste. Ja, en dat was de bedoeling dat we erop gingen zitten. Ja, dat, en maar dat gebeurde niet. Ja, dat is het ergste, ja. Maar hoe zouden ze nou zitten, Ko? Nou, laten we het eens proberen. We hebben het nou een beetje nodig. Ja. Ja, 60, nou, weg. 60 jaar terug ging het beter, Roel. Ja, 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 ja. Nou, daar zitten de oudjes. Nee. Nee. 60 jaar terug was het. Wat de Beatles nog nooit in hun roemrijke carrière hebben gezien, was een halfgevulde zaal. Want Radio Veronica, die muziekzender ergens op zee, had alle 7000 plaatsen voor de zaal al weken geleden opgekocht. In de veronderstelling dat zij deze via reclamespots in hun uitzendingen wel kwijt zouden raken. Dat middagoptreden werd niet zo goed bezocht, omdat er iets mis was gegaan met de distributie van de kaarten bij Veronica. En ja, het was wel een heel apart iets eigenlijk, kan je achteraf zeggen. Ik heb wel eens gedacht van, misschien was dit wel het slechtst bezochte concert van de Beatles sinds Beatlemania. Dat middagconcert dat bestond echt uit, ja, uit 14, 15, 16-jarigen. Maar 's avonds was er ruim 7000 man. En in die veiling, dat bestond zo, die dingen, boven. Nou, daar waren ook jongens, die waren zo in die, ik noemde het maar hanenbalken, waren ze daarin geklommen natuurlijk, alles onder stof, maar goed, dat geeft niet. Was hij er toch een paar op, dus ik kende er maar een beter, een grotere paar op verwakken. We begonnen net te zingen en gitaar te spelen en dat schijnt leuk geklonken te hebben, dus we begonnen aan talentenjachten mee te doen. Toen kregen we de vraag, willen jullie in het voorprogramma van de Beatles komen spelen? Nou, leuk. In een mine mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. In een mine mutte, blijf de baas. In een mine mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. In een mine mutte, blijf de baas. In een mine mutte, blijf de baas. Ik denk bijna zeker dat dit de plek was waar wij ons omgekleed hebben. En toen we klaar waren, toen zeiden van jullie moeten nu de kleedkamer uit. Dus het hele voorprogramma, 7, 8 artiesten, moesten de gang op. Want de Beatles komen eraan. En mijn broer die zei van, kom ik ga niet weg, ik wil ze zien. Dus mijn broer die kroop onder een van die tafels, die schoof een paar dozen terug. En die was onzichtbaar. Beatles kwamen binnen. En toen, dat weet ik nog heel goed, toen zei Paul McCartney tegen mijn broer, who the hell are you? En toen zei hij van, hij was altijd heel erg brutaal. Ongelooflijk brutaal. Hij zegt, I am Jack and I'm playing with my brother Bill in your supporting act. Wow, the Beatles. Ja, een heel gesprek, 10 minuten lang. This man. Ik heb nog wel eens een programma uit die tijd in een lijstje ingelijst om op kantoor gehangen van, nou, niemand die het begreep, ook van deze generatie al helemaal niet. Dan zag je een hele lijst van programma. Pauze, de Torero's, Siska Peters, de Beatles. Waanzinnig toch? Ja. Het vervelende is als je in het voorprogramma staat, en zeker van een grote naam als die tijd, dan komen ze helemaal niet voor jou. En dat geldt nog steeds voor de grote acts die er nu zijn. Het voorprogramma kan ze gestolen worden. Ze willen alleen maar eigenlijk die hoofdact zien. Dus ze bleven roepen en krijsen om de Beatles. En wij kwamen er amper overheen. En wij deden ons ding en dat was het dan. Mijn fotootje. Ja. Wat is dat voor foto? Ja, ik stond achter de drummer. Ik heb dat hele concert gezien 's middags.
Ja, ik lette voornamelijk op de jongens, zeg maar. En de drummer, dat was een heel hard geluid in mijn oren. Maar ik zag wel, mensen werden gewoon helemaal gek. Het krijst, jongens en meisjes. Het was oorverdovend. Dat was één groot kakofonie van geluid. Maar prachtig, toen ze begonnen te spelen, ja, toen brak de hel los. Ja. Kijk, ik heb hier een fotootje. Nou ja, toen waren we allemaal in het zwart, omdat de Beatles met Beatles schoenen, met Beatles dit, met... En dat hadden we allemaal, dus nou, daar sta ik dan natuurlijk. Dat is lang uit op de grond, want er is niks nieuws, want dat was vroeger zo, maar dat is nou nog zo. En we stonden allemaal, yeah, weet je wel. En er stond politie met platte pet. Achteruit jongens, achteruit. Nou, dat lukte nooit natuurlijk. Nee, we gingen vooruit. Ja, we waren wild. Ja, we waren net tijgertjes, ik bedoel mij. Waarom deed dat meisje dan er BH'tje uit? Wat ik je net pas vertelde. Ja, van de malligheid. Mooie borsten, helemaal bloot. Oh, jongen, jongen. Ja, jij begon te glimmen. Ja, vertel. Ja, dat had ik in de gaten. En hier al hingen ze kijk die spanten. Daar hadden ze toen die balk in gelegd en daarheen toen de fotografen. En de NOS. NOS, het was levensgevaarlijk, joh. Ik ben trots. Ja. Omdat het nergens in Nederland gebeurt, is alleen hier in Blokker. En daar waren wij trots op. En het is een plaatsje van niks natuurlijk. Maar ja, nou, wij waren echt trots, hè. Gerard Karsten ging over de elektriciteit in de veilinghal. Hij had in de bloemenbak, een van de bloemenbakken op het podium, had hij een microfoontje gehangen. En het verhaal gaat dat George Harrison dat heeft gezien en daar ook een opmerking over maakte. Maar ja, ze moesten optreden. En Karsten heeft op de knop gedrukt en die heeft dat middagoptreden opgenomen. Kijk, doordat ik natuurlijk op het podium en naast het podium was bij alle apparatuur. Daar stonden de versterkers enzovoorts. En ik had natuurlijk al gauw ontdekt dat ik dus een aftakking kon maken van de versterker voor op mijn bandrecorder. En zo heb ik dat gedaan. Heel eenvoudig. Waar is de tape nu? Ja, de tape is nu bij een bedrijf. Wij hebben bemiddeld tussen Gerard Karsten en dat bedrijf. Wij vonden het belangrijk dat deze unieke tape bewaard zou worden op een goede plek. Dat is natuurlijk uniek materiaal. En dan kan je wel zeggen van ja, god, dat heeft hij stiekem gedaan. Maar het is natuurlijk ook ongelooflijk mooi dat we dat materiaal nu hebben. Hè? We hebben in november een themaavond gehad. En omdat wij al langer bezig zijn met het Beatles evenement, hebben we oproep gedaan onder onze leden en andere mensen in het dorp of zij nog filmbeelden of ander materiaal hadden van de concerten van destijds. En daar kwam een van onze leden die zei dat hij een bandje in de kluis had gehad die hij ooit van zijn schoonvader had gezien, Cor Molenaar. Hij wist niet exact meer wat erop stond, dus dat was voor ons een verrassing. En nou ja, wij waren daar wel erg nieuwsgierig naar. Dus we hebben die beelden laten digitaliseren. Ja, en dat bleken unieke beelden te zijn die nog niet eerder gezien waren.
Ja, dit Veilingen op hoop van zegen, dat is, ik fiets er heel veel langs en het is altijd nog de gedachte van, ja, daar is het ooit gebeurd. En dat is altijd wel heel bijzonder. Had je een kaartje? Nou, dat heb ik met fietsenstalling heb ik dat bij elkaar geschooid. En uiteindelijk, dus iedereen was binnen en de fietsen waren gestald. En toen kon ik nog even naar binnen. Ik heb ze zelf hier binnen zien komen. En je gaat zelf naar binnen en daar staan ze. Ja, dat is fantastisch. Ik was altijd gek van de Beatles. Ik was nog gewoon een vrije jongen, ik had geen verkering. En ik zei altijd tegen mijn vrienden, ik zeg, mijn eerste zoon, dat wordt Ringo. En toen zei ze al van, nou, dat moet je meisje dan ook maar goed vinden. Nou, ik zei, dat komt wel goed hoor, dat is geen enkel probleem. Hij zat in militaire dienst en ik vond altijd al wel dat hij moe was hoor. Maar goed, de trainer van hem die zei, joh, die jongens die zuipen en die van mij ook hoor, die is ook altijd bezig. Maar goed, uiteindelijk toen kwam er toch achter dat het botkanker was. Toen heb je ook in militaire dienst in Leiden chemo's gehad en van alles en nog wat. Maar dat mocht dus niet baten. En uiteindelijk is hij wel door zijn maten begraven. Ik heb Ringo wel eerst nog wel met de Beatles moeten confronteren. Van, jongen, kom op, het is mooie muziek. En eerst wilde hij eigenlijk niet zoveel van weten. Maar uiteindelijk, toen belandde toch heel veel langsplaten boven. Toen zegt hij, pap, ik ga alle cd's gaan ik ophalen. Want op de Kalverstraat hebben ze een aanbieding van €100 korting. En dan ken ik alle cd's heb ik dan. Uiteindelijk heb ik ze geërfd van hem. Pap, wil u ze niet hebben? Ik zeg, Ringo, dat wil ik heel graag. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder natuurlijk. Dat ik ze van jou... dat vond hij dan ook wel. Dat is het leven. Dat erven van je kind is niet goed. Nee. Het is wel een heel monument, hè? Het is een heel, ja, vind ik ook, ja. Het is, met Ringo erop en de R met muziek, notenbalk. Hij voetbalde, dus zijn voet net, die bal, dat is ook iets bijzonders, ja. Mooi. Ja. Hier de laatste foto, 10 minuten voor zijn dood. Hij wilde niet meer op de foto, maar Emmy zei het, alleen onze handen, onze vier levende handen. Dat is die foto en ja, dat is dan ook heel bijzonder. Ja. Wij kunnen dit doen omdat het dus ons geen heleboel centen kost. Deze mensen die werken namelijk gratis. Wij doen een gift vanuit de Stichting Festival Blokker aan de verschillende verenigingen die deze mensen aangezocht hebben om hier voor ons te werken. Ja, voor een goed doel dus. Zo doen we goed, leren we dus het verenigingsleven in de gemeenschap en hebben tegelijkertijd een plezierig feest. Nou, ik heb in de garderobe gestaan. Ik weet wel dat de Beatles geweest ben, maar ik weet er nou absoluut helemaal niks meer van. Ja, zo het volk. Een hoop jassen. En een zootje. Tijdens de Beatles kon ik niet zien wat er 10 tot 12 dames op de kaars leggen. Die vielen allemaal flauw. Ze waren dol. Helemaal gek. Helemaal gek waren ze. Zo aan te schieren en te schreeuwen. Dol. En wij konden dat nog niet, die gekke muiden. Ik was ook bij het concert aanwezig via de tafeltennisvereniging als vrijwilligster. Want wij moesten daar allemaal helpen en ik moest programma's verkopen en broodjes smeren. Oh ja. We hadden een instructiedag en toen degene die moesten helpen die dag daarna, dus met de Beatles, kregen die jurk. En die moesten we dragen.
ik moest broodjes smeren, maar daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in. Dus ik bleef een beetje daar wandelen bij de bestuurskamer. Want ik denk, misschien zie ik ze nog. En omdat ik die jurk aan had, ging opeens, want er stonden allemaal mensen dus voor bij die deur naar de bestuurskamer. En toen opeens, ze deden de deur open voor mij en ik kon zo doorlopen. En ik kom daar binnen en ik natuurlijk heel erg verbaasd. En toen zei Paul van, come on girl, come on, sit down on my knees. Oké, zei ik. En ik ben dus bij hem op schoot gaan zitten. En toen, en wat doe je want? Nou, handtekeningen natuurlijk. Toen zei hij, wat doe je want more? Ik zeg, kiss. En toen, toen kreeg ik een uitgebreid kiss. Ik vond dat de monumenten moest komen, omdat ik het belangrijk vond dat er een soort gedenkplaats zou komen, een plek waar die herinnering aan dat optreden levend zou worden gehouden. Het leuke van dit monument is dat er heel veel aan te beleven valt. Je ziet de voorkant, het is een soort platenhoes, en aan de achterkant zie je een oude radio uit de jaren 60. Het monument wordt 4 meter hoog en 5 meter breed, uitgevoerd in de hippiekleuren van de jaren 60. Blokker moet een Beatle-bedevaartsoord worden. Nou, Gert, bij het monument? Ja. Nou ja, het Beatles-monument dat is onthuld in 1999. Daarvoor heb je natuurlijk een heel proces gehad, waarbij we met een kunstcommissie gingen kijken, wat is de beste kunstenaar. Maar ook een belangrijke vraag was, ja, wie komt er nou op? Ringo of Jimmy? En de teneur was toen in het begin van, ja, het is een Beatles-monument. Dus dan is het toch wel heel gek als Ringo Starr daar niet op staat. Dat hebben wij toen gevolgd eigenlijk. Later kwamen we tot een ander inzicht. En dat had puur te maken ook met respect naar Jimmy toe. We dachten van ja, hij was hier toch degene die heeft gedrumd. En dat waren toch op dat moment de Beatles in Blokker. Nou ja. Het is wel jammer dat dit gebeurd is. Ooit was hier Ringo en dat is er afgehaald. En dan had er toch twee monumenten geweest waar Ringo vermeld was. En ja, dat vind ik altijd nog wel jammer. Hey, hallo. Hey, hoe gaat het? Goed. Mooi zo. Goed. Ja, ja, nou ja. Had je gezien? Nee, heel lang geleden. Ja. Dat heeft ons wel geraakt dat jij toen zei van... Jeetje, ik heb mijn zoon Ringo verloren en nu gaat er weer een Ringo weg van het monument af. Ja. En dat raakte mij echt. Ik vond het altijd heel bijzonder dat jullie ons altijd gemoeid hebben. We kregen altijd een brief of wat er gebeuren ging en ja. Dat vond ik altijd top. Nou ja, jammer dat Ringo van het monument af is. Maar ik ben eeuwig wel trots dat de Beatles hier geweest zijn. En ja, dat er een monument gekomen is natuurlijk geweldig. Als ik hier was langs fiets of rijd, dan zie ik hier inderdaad mensen zitten. En dan hebben ze het ongetwijfeld over dat optreden wat daar heeft plaatsgevonden aan de overkant. En soms zijn het mensen die daar ook bij zijn geweest. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Dus dat is toch heel mooi dat een monument zo'n functie vervult in de regio. We hope that you like the song. The song is called All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember our way. And if I find a way, consumptie kostte toen 70 cent. Dus een pils van 70 cent, daar heb ik wel trek in. Ja, daar heb ik wel trek in. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Kijk, Beatles, dat was toen dat was een openbaring. Dat kwam toen op dat moment de rock'n'roll, echte rock'n'rollers. Dat was een beetje, liep, nou ja, niet echt weg, maar dat liep een beetje wat terug.
En de jeugd die wou ook weer wat andere muziek. En toen, ja, toen kwamen de Beatles. Ja, heerlijk. Godverdikkie nou. Mooie tijd hoor. Beter dan nou tegenwoordig. Wat de Beatles deden was heel revolutionair natuurlijk. Dat bestond nog niet. Wij kwamen uit een tijd van net na de oorlog, net de opbouw. Want ik ben in 1945 geboren. En toen lag, ik kom uit Nijmegen, daar lag de hele boel plat. En mensen waren helemaal bezig om weer eens zichzelf te verwennen met iets van een concert of wat dan ook. En het was natuurlijk een hele eer dat je in hun voorprogramma stond, toen al. En ik denk er ook met zoveel plezier aan terug. Dat je het überhaupt hebt meegemaakt, dat je het kan vertellen. Want als je het nu nog aan mensen vertelt, zeggen ze, ah joh. Ja. Ja, Beatlemania, dat was op zijn hoogtepunt, zou je kunnen zeggen. En op dat moment, ja, stonden ze in blokken. Dus de hysterie, de gekte rond de Beatles, ja, die was al volop aanwezig. Het was toch heel bijzonder dat ze in Blokker, een heel klein dorpje, bij ons terechtgekomen zijn in de veiling. Ja, dat konden we eigenlijk niet begrijpen, maar ja, ze waren er wel. Ja, dat is de jurk. En niet gewassen. Want de druk van zijn schouder, van zijn benen, dat mag er nooit meer uit. Hij ruikt nog naar Paul McCartney? Ja. We dance through the night, yeah, we ja, als je het hebt over het wonder van Blokker, dan kan je bijvoorbeeld kijken naar hoe die eerste wereldtour van de Beatles verliep. Hè. Het begon in Kopenhagen, toen had je Blokker, toen had je Adelaide, Melbourne, Sydney. Ja, dat is een rijtje waarvan je denkt van hoe is het mogelijk? Dat vind ik echt wonderbaarlijk. Voor mij is het heel erg bijzonder, maar in het grote geheel is het natuurlijk de Beatles, die zijn super bijzonder en wij waren een klein onderdeeltje. Maar toch voor onszelf was het iets geweldigs. Ja. Dat gevoel dat ik hier geweest ben, ja, hè, ja. Dat ik bij de Beatles geweest ben, dat zijn er maar weinig hoor, die dat na kunnen vertellen. Nou ja, hier staan er een paar, maar in principe zijn er maar een paar. Hè? Ja. Dus ja, dat geeft mij toch die kick. Ja, het is voor mij een blijvende wond, zeg ik altijd maar. Dat is, als je het woord Beatles, dan ga ik meteen nog weer, ook nu nog, snel een keer, zeg maar, begrijp je? Wie zich na dit alles afvraagt waarom de Beatle-aanhangers zo'n leven maken, zal het zeker begrijpen als hij weet dat hun lijfspreuk is: geen leven zonder de Beatles. Prettige dag allemaal. Wij gaan naar een volgende optreden. Ja, maar nou naar de Rosen, naar de Stones. Ja, dank je. Yeah, 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 yeah. Jump on a night. Jump on a night. Everything's all.